Het wordt Danny Paulman! Dan toch, hij heeft het dan toch gedaan! Hij gaat aan de rechterzijde finish in. Dames en heren, de winnaar hier van de Woenskoller! Danny Paulman! In 16 minuten, 27 seconden. Hij zat bijna goed. Dames en heren, hij heeft het voorgesteden. Dave Paulsen gaat als tweede finish hier in de Woenskoller. Hij wordt dus tweede. Wat een strijd! Hij pakt de tweede plaats, Dave Paulsen. En samen gaan we 1 minuutje lopen. Ik heb dat gekregen, maar het ding is staan. Toch nog die wisseling voor de laatste 2 kilometer. En wat kreeg hij gelijk, Danny Paulman? 16,5 minuten, dat is maar weer. Dat gaat het worden, zeg. 16:27. Hij zat er bijna niet naast. De mensen die nog op de moeten gaan aan de linkerkant of gaan aan de linkerkant passeren. De mensen die finishen, finishen op rechts. Maar Jan List uit Goris door, man, die loopt veel bij de loop. Je ziet iedereen in de regio, maar zelfs in de landen voorbij zien komen. Maar daar hebben ze hier gepasseerd. Wat is dan heel de derde man? De derde man zojuist in totaal was Jonathan Stokvis. En als hij hier gaat finishen, is hij ook volgens mij de eerste man onder of boven de 40 die gaat finishen. En daar wil ik ook straks terug te zien op het podium. We gaan dus straks huldigen de eerste 5 mannen onder de 40. De eerste 5 mannen 40 plus en de eerste 5 vrouwen. In deze zin hebben ze allemaal nog 1 ronde te gaan. Zijn wij op de 18 te zitten. En daar wordt het sprintje verloren. De derde man in de wedstrijd. Met de nummer 567 hebben wij hier in de binnenkomst van Goed Sonderik als derde. En met de nummer 411 rechts finisher. Jorrit Stoff is naar rechts. Dat was Jorrit. 411 is de eerste bij de man. 40 plus. Finishing is op rechts. 554. De binnenkomst van Sven Wester. En op dat level zijn we hier bij de mannen, weer min 40. Op de tweede plaats bij de mannen 40 plus met de nummer 434 met de komst van Tom Hoefnagels. Dan Tom gaat dus rustig op het podium. Dan gaan we links passeren. Deze boostkolom met mogelijk is gemaakt door Technische Beer Twente, de hoofdsponsor. Door Café de Bisschop. Door Café de Engel. Bar de Kelder. En Café en Restaurant Markt 19, Bar Friends. Door Restaurant Royal Plaza. Door Grand Café Markant. Door Restaurant Pizzeria La Fontanella. Door Party Centrum Rauwas. Tante Annie's Tabas en door Running Center Enschede. We finishen dus op rechts en de nummer 549 onderweg. We gaan zo meteen de eerste dame ook al krijgen. Ze was zojuist al de leidster in de wedstrijd. Ze gaat het halen. De dame met het nummer 343, seconde Engelo. Ze gaat voor een tijd iets boven 19,5 minuten. Uw winnares hier in de middenkant van Lisanne. Het kan even iets doorlopen, het kan even aan de kant. We blijven finishen, finishen van Niet aan de Stam. Dan 501 daar op de binnenkomst van Maart uit het Broek. Wat is het op de tweede dame? Wordt hier nog gesprint door Gijs. Die wordt zelfs aangedrukt op de binnenkomst van Gijs Bos. En 524 daar afkomen. De tweede dame is in aantocht in de tijd iets boven de 22 minuten. Met de nummer 329 de finish van Jolanda Bijk. De tweede plaats dus. En de derde dame ook al binnen. De binnenkomst hier van de nummer 345 van de Buikhoets. En dat komt uit Oldenzaal. Wij finishen dus met deze deelnemers. 417 hebben we de binnenkomst van Peter Donker uit Oldenzaal. 434 is Marcel Eilander die delen kan. Kijk ook nog onder de 21 minuten. Dus kijk eens wat hier gesprint wordt. 518 naar rechts voor Mieso bij. En hier wat is er. Oh. Een lastig met zijn buik. Ik heb al de zin dat iedereen een eigen tempo te lopen. Wij gaan om 10 over half 1 huldigen. 10 over half 1.
We hebben dus gezien dat Dennis Bouwman de overwinning pakte bij de mannen en die Sanne Wiggers bij de vrouwen. En gaan we zeker terug zien op het podium. We zien het over 5. We hebben er 3 vrouwen binnen hebben. We hebben de nummers 4 en 5 te goed. De nummer 4 is een aantal bij de dames. En ik is niet de dame onder 778, hoewel ze wel ontzettend hard op, dames en heren. Maar de vierde plaats gaat naar nummer 314. En dat is Sanne Voortman, die moest de rest niet zo maar dit telt op. Sanne Voortman dus als vierde bij de dames. We finishen op rechts. En ook de vijfde dame is in aantocht. En de vijfde dame heeft 348, die mag even haar naam waarschijnlijk al doorgaan geven, of ik heb het nu wel. Laten we kijken, maar jij denkt niet, nee, zo te zien niet. Zo, Johan Kommerlien, kom maar zo de finish hebben als de zesde dame. Wij hebben het idee dat iedereen in de laatste ronde zit. Dat betekent dat iedereen gaat finishen. Deze man gaat zeker finishen. Dan gaan we wat doen. En dan zonder mij op 522 gaat zich nu melden in de Oranje. 522. Dat is een stuk van de Akkampuis. Al 3, 4 in 6. 5. Ja, de winst is 5.339.30 en 339.30 de eerste bijenkwam. Heel erg. Bij 119 is het vast van Jelle Harting. Bij de naam ook een achterhaal. Goed, heel erg bedankt. Hier bij 119 is het weer. En bij 104, dat was de eerste van de lijst van 219, de finish van Hans en Veldhuis. Nog blijven we met iedereen vastgezet. Ze zitten nog steeds onder de 25 minuten. Dit zijn hartstikke mooie eindtijden. Daar is zij ook blij mee volgens mij. Alleen Mieke en Nijmegen. Ik heb het ook nog een vraag. Ja. Je moet nieuwe dingen hebben. Dus als we het hebben, dan even tot de hulp van over een kwartier ongeveer gaan we horen. Cartridge. Nee, maar dat kind, dat is gevaarlijk. Ja, dat gaat er net goed. Dat is heel grappig allemaal. Maar. Zoals gezegd, blijven we niet. Ik hou binnen een week van, maar wat ik kan u vertellen, die je straks terug gaan zien voor de huldiging. Bij de mannen onder de 40 op de eerste plaats Danny Paalman in een eindtijd van 16:27. Tweede plaats voor Dave Paulsen, derde plaats Joep Sandering, vierde plaats Sven Westerop en de vijfde plaats voor Roy Veldhuis. Die vijf gaan we dus straks terugzien. Bij de mannen 40 plus, Joost Stokvis als eerste, tweede plaats Tom Hoefnagels, derde plaats Lobby Grote-Rouwen, vierde plaats Alfred Atta en de vijfde plaats Peter Donker. Bij de vrouwen, senioren, op de eerste plaats van Sanne Wiggers, tweede plaats Jolanda Zijk, derde plaats Dante Duijmans, vierde plaats Sanne Porman en de vijfde plaats Miro Kuiken, die misschien wel terugzonder is van de vijfde. Vijf vriendjes met onder mij en Baron van Wittings zijn er voor bij Jan Heijkamp. Hij is nog vast. Bij mij gaat het niet meer goed, dus jij moet wel je best doen. Oh, anders niet hoor, maar nu wel. Dat is wel goed, die 5-4 dagen, maar die had ook in de prijzen. Ja, maar die was goed, hè? Dat was die? Kom goed. Oh ja?
Maar daar kwam ook in achteraan, maar dat is net te warm en net te veel kracht. Zou je deze op de auto kunnen? Hier is een magneetje. Op de auto? Ja, en dan als ze mensen vragen hebben, dan... Ja. Hier op de auto. Dat is echt blijven. Hij loopt direct weer. Ik heb geen stroom meer. Stroom gaat uit. Stroom! En dan gaan we ze door. Oh, die weg. En dan 69. Ik doe binnen de komst van de 10 berugging. 346 gaan hier nou bespreken. Kijken we inderdaad met het oranje team. Dat is de komst van Astrid Atta. Met nummer 431 de financiële van Benny Noordkamp. En met de nummer 418 Hendrik van der Liet. ...527 in een witte tenue. Dus de binnenkomst van Joren Haakus. 401 onder meer ook in het Nederlands. De binnenkomst van Aangevonden Stolkenhuis van Oldenzaal. En nu de 28 is de binnenkomst van Bos Alderwijs. Dat is een beetje makkelijk. En zo dan 28 minuten van de hier wordt gesprint, dames en heren, door Agnieszka Toetes. En ze is binnen. En dat de rond de 28 minuten en 15 seconden. 311 voor een sprintje van Sharon Deter uit Denenkamp. 326 en 318 dan ook. Dat is de binnenkomst van Zevania Vago-Kossel en ook Rian Holos. En met de nummer 440 in het grond zien we de binnenkomst van Wilfried en Jan Zinkamp. Technische 24 Boesco loopt dus toe aan 31 is niet zo meer mogelijk, maar de hoofdsponsor Technische 24 door Fabri Print en Fabri Sport, door restaurant Christoffels, door accountantskantoor Heersen en Niemand, door Rally Diervoeders, Danscentrum Comstock, Shelter Storage, door Staalwas Oldenzaal en door restaurant Omaans. Finish hier op klassement 510, Louis Echtes. En met nummer 307 gaan we nu over de streep naar Lydia Leurens. 408 in het blauw, de finish van Bert Harens. Maar hij denkt en dan was het namelijk 10.5 in de hoogte. 426 in het hoofd van Gerrit de Kleine. En hij komt er een prachtige voor. We gaan de binnenkomst krijgen van Jan List. En dat is binnen. 324, daar achter. Janina Elvrink is er ook niet. En we zien hier ook de binnenkomst van de dame nummer 322, Michelle Lens. Ja, dames en heren, hier wordt gesprint. Na één ronde kwamen ze kletsen door. En nu sprinten ze om de passering. En het verschil is niet, maar het is er wel. De sprint komt er deze maand rond de 30 minuten van afkijken en dan wordt het dus. Tien kilometer start dus om 1 uur. Hier naar beneden. En dan gaan we met 423 hard lengter krijgen. En als Bart finish is, krijg je ook een sprintje van Milou Bentink. En je gaat een mooie kijk neerzetten, hoor, dames en heren. Handje klap is er bij 552. En 552, dat is de binnenkomst hier op dit moment van Gijs Braakhuis. Ja,
Nogmaals, zometeen is de huldiging. Maar we willen graag terug. Danny Palman, Dave Paulsen, Joep Zander, Sven Westerop, Hoijvelder, Joost Stokvis, Tom Hoeknamels, Louis Grootrouwen, Albert Atta, Peter Dolfe, Lisanne Wiggers, Jolanda Dijk, Daphne Buijvoets, Sanne Portman en Merel Kuiken. Die gaan zich zometeen eens melden voor de huldiging. En die is over een kleine 10 minuten. Finish van 315, en dat is Jinte Tegeler. 309, de binnenkomst ook van Jan Oudewemer. En daar weer vlakbij Linda Vondering op de steek. Zoals gezegd, zijn we nog lang niet met dit sportieve programma. Want we hebben dus zometeen om 1 uur de 10 kilometer waar de mannen jacht gaan maken op de vrouwen. Want het verschil in eindtijd vorig jaar, 2 minuten 13, is vandaag het verschil in starttijd tussen de vrouwen en de mannen. En dan hebben we om 2:30 de ronde van Oldenzaal. Met eerst de vrouwenwedstrijd om 2:30 en om 4 uur de mannenwedstrijd. Meetellend als derde wedstrijd in het klassement van de 4-hole-criterium Cup Twente. De winnaar hier van Heike Buijvoets in 32 minuten en 12 seconden. Hier 106. Gaan we binnenkrijgen. Die 106 is Jan van der Sande van Laak Twente. Ja, ik zat al geen eten, dus hey. Doe maar, leg even deze matten erin en dan leg even anders zetten. Deze hebben we gewoon geen nummer. Nee, net als dat. Oké. Bruto, oké. Bruto is dat. Hey, we kunnen zelf nog het beste. Als het goed is, dan komt de fiets. Nee, de stad van de team is daar. Ik ga gewoon niet zo hard doen. Ja, dames en heren, hier wordt gewoon gesprek op de KC. Hoe nu gaan we zien, dames en heren, dat tempo oplegt tussen de dames. Oh, bijna schoon. Kan niet. 300 behalve de dame met 300. Manon Poortman haalt het net voor de over. Wat een spannende sprint hier van de KC. Er zal een 34 en 35 een hele mooie uitslag op de 5 kilometer dus. Helemaal uit Palma de Mallorca naar Oldenzaal gekomen. Dit is een finish. Kom maar lopen. Ja. Ja, heel mooi. Gewoon hem. Let's go.
krijgen. Dit was een schone eindspurt. Wat zou er hier nog gaan gebeuren? Kijk nou naar elkaar, wat genoemd, laten we daar nog bouwen. Maar we gaan weer op ons krijgen, de dame met de nummer 316. Lucia Ruiter. Wat gezeld door Albert van der Heijden en Gerrit Ruiter. En dan denk ik dat we bijna binnen zijn met iedereen. We gaan dan gewoon dus richting de finish. Eentje ja, met de fietsen erbij. En dan zijn we binnen. En dan gaan we zo snel mogelijk beginnen met de hulde. Twee lopers. Twee klappers, 24. Dan denk ik wat ze krijgen van Saskia Brouwer en Lieke Kiemen. Dames en heren, de laatste en de laatste eerste zijn allemaal een applaus in die. Dames en heren, de binnenkomst van Saskia Brouwer en Lieke Kiemen. Ik ben wel wat stil, dan moet ik van de anders bij de prijsuitreiking. Ik ga beginnen met de prijsuitreiking, dus ik zou graag degene die daarvoor in aanmerking komen willen verzoeken om richting het podium te komen. Dit is wel goed hoor. Ja. En zo meteen de enige keer waarschijnlijk dat ik op de eerste plek zal zitten, dus ik denk dat ik er maar gebruik van maak. Ik wil graag richting het podium Danny Palman en Dave Paulsen, Roep de Sander. En Westerloop, Roy Veltas, Jan Stekvis, Tom Hoeven, Agnes Lodien, Kooi Grauwe, Albert Atta, Peter Donker, Sander Lucas, de Wanda, Dijk, Dan van Huyfus, Sanne Potman en Merel Kuiper, die nog een achter het podium plaatsnaam. Ja, maar je weet wel, als je het vaker hebt, dan heb ik ook graag een probleem. Ja, dan moet gewoon rustig zijn en gewoon even de tijd neerbeteren en dan komen we erop. Pak je erop.